Vijay Chotkan, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, heeft vandaag de commissie Cybersecurity geïnstalleerd. De commissie heeft als taak een nationale cybersecurityplan op te stellen. Het plan zal daarna eerst gepresenteerd worden aan president Desi Bouterse. Gezien de steeds groeiende criminaliteit op het gebied van informatie, communicatie en technologie, is het noodzakelijk dat er zo gauw als mogelijk een plan wordt gemaakt om deze vorm van criminaliteit het hoofd te bieden, motiveerde Chotkan. Bij de installatie van de commissie was ook aanwezig directeur Danielle Feira van het directoraat Nationale Veiligheid. Feira benadrukte hoe belangrijk veiligheid is voor Suriname. Ze gaan zich ook druk maken over de installatie van onze C-CERT. Dat is een response systeem waarbij als er aanvallen komen binnen de cyberwereld, wij genoegzaam gelijk de instrumenten hebben om daarop te kunnen reageren. We weten hoe wij in Suriname de laatste paar maanden, jaren, zoals de minister heeft aangegeven, wij enkele aanvallen hebben mogen detecteren. En wij hebben met vereende krachten er iets aan kunnen doen. Met onze C-CERT gaan wij daar veel meer, sneller, effectiever en efficiënter daarop kunnen reageren. Dit is een public-private partnership. Het is niet alleen van de regering, het is niet alleen van de overheid, maar we werken samen met de banken, we werken samen met de bedrijven, zoals de minister het zegt, om Suriname qua cyber, op het cybergebied volledig veilig te houden en ervoor zorg te dragen dat er niets meer gebeurt. De commissie wordt bemenst door vertegenwoordigers van het directoraat Nationale Veiligheid, de ICT-associatie Suriname, het Openbaar Ministerie, de Telecommunicatieautoriteit Suriname, de Surinaamse Bankiersvereniging en vertegenwoordigers van de ministeries van OWTNC en JUSPOL. Succes is helaas niet iets wat je kunt kopen. Je kunt niet naar Kerpalani stappen en zeggen van luister, ik heb een kilo succes nodig of ik heb een pak succes nodig. Succes gaat u zelf in elkaar moeten zetten. U gaat het opbouwen. En ik denk niet dat zowel de directeur van DNV, de minister van Openbare Werken of de directeur, en zeker niet de president van de Republiek Suriname, u zonder meer heeft gekozen om in deze functie te gaan dienen en ervoor te zorgen dus dat de zaken die we net hebben besproken, de taakstelling zoals dat is verwoord in uw beschikking, dat wij niets anders verwachten dat u dat met succes zult volvoeren. Maar succes komt ook natuurlijk als individu, maar het is nog sterker naar buiten, of het komt nog sterker naar buiten als u de competenties die u hebt, de kracht die u hebt als individu kunt combineren met die van uw mede-collega's. Vijay Chotkan, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, vandaag tijdens de installatie van de commissie Cybersecurity.